Ik kan dat heel goed begrijpen dat Raveel dat hij hier altijd gebleven is. Omdat, ik heb dat ook dat gevoel, ik zeg nooit, maar toch wijs ik dat ik hier nooit ga weggaan. We staan hier aan de... We zijn in Machelen. Machelen aan de Leien, dat is de Leien. De arm van de Leien. Dat is mijn nestje hier zo. Ik vind het fantastisch om normaal veel te reizen. Met Vive la Fête hebben we heel veel van de wereld al gezien, wat ik geweldig vind. Maar ik kom even graag terug naar huis. Poort gaat toe en dan is het echt zo mijn paradijsje hier op aarde. Dan kan dat nog altijd zo... Ja, dat is dan het toppunt van geluk zo eigenlijk, als ik weer thuis kom. Daarmee dat ik vrij goed snap dat Roger Raveel ook voelde, denk ik, dat de reden waarom dat hij niet weggegaan is. Het is iets dat houdt u... Ja, dat maakt mij vrij gelukkig. Ja, eigenlijk zijn wij buren. Ik woon in Olsende. Hier is het Machelen aan de Leien. Dat ligt echt vlak naast elkaar. Wij wonen op een boerderij. En ik moet echt van 's morgens, het eerste dat ik doe, is me aankleden en direct naar de beesten buiten. En dan moet ik... ook al is het koud of warm, ik moet kunnen buiten zijn. Ik was zeer verschoten eigenlijk van zijn vroegere werk. Allee, zijn inkttekeningen op papier is prachtig, vind ik. En dat, omdat ik herkende het ook niet. Het was zeer verrassend. Ik herkende vooral die grijze betonnen muurkes. Ja, en zijn tuintjes en die huizen. Ja, het is typisch element dat ik erin zie. Dat je direct, ik zo direct bij, dat komt vandaar. Of het is, ja, dat zie je nog dikwijls, ja. Ja, dat is wel tof, vind ik, dat hij dat blijft. Doordat hij dat schildert, wordt dat precies schoner en belangrijker. Terwijl dat veel mensen dat gewoon totaal niet opmerken in hun leven, dat dat murken er staat of dit of dat. Hij maakt zo van die eenvoudige dingen iets dat toch opmerkzaam is. En het is wel, dat vind ik vrij tof. En zijn kleurgebruik ook. Dat het meest fantastische aan schilderen is dat hetgeen dat je in je hoofd hebt, dat je dat kunt naar buiten brengen. En, maar je moet echt eerst een beeld vormen in je hoofd. Het gebeurt allemaal hier eigenlijk, dat schilderen en tekenen. Want veel mensen zijn dat vergeten precies. Hoe belangrijk dat is, want het is constant leven rond u. En schone dingen allemaal. Maar ja, ik vind ik... Kijk, zie, hup, hij dat hoort, is gewoon, hè. Voilà. Maar je moet het maar opmerken natuurlijk.